Welkom bij ons eerste videojaarverslag. Deze video is een samenvatting van ons volledige verslag, dat op onze website te vinden is. We hebben gekozen voor deze vorm omdat het complete jaarverslag een behoorlijk boekwerk is geworden, met soms ingewikkelde termen en taalgebruik. Daarnaast leven we momenteel in een samenleving op afstand. Video past binnen onze missie om contact te houden op een veilige manier. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op per telefoon, mail, Facebook of via onze website. Ook in 2020 zijn we bereikbaar voor alle huurders van Woonbedrijf. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De managementassistent maakt notities en voert beslissingen uit. De notulen worden daarna gedeeld met de rest van het bestuur. In het jaarverslag van 2018 stond dat de stichting flink is veranderd. We hebben meer werk, maar minder mensen. Ook in 2019 lag de werkdruk hoog. We zijn begonnen met de cursus Een Stapje Vooruit, om ons bestuur sterker te maken. In januari 2019 had het bestuur een bezetting van 10 personen. Er werden 2 nieuwe vrijwilligers als bestuurslid aangenomen. We blijven zoeken naar nieuwe bestuursleden. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers die andere taken kunnen uitvoeren binnen de stichting. Ook zijn onze contacten met Woonbedrijf en de verschillende gemeenten verbeterd. In 2018 heeft HVW een 5-jarig beleidsplan geschreven op basis van haar missie, visie en strategie. Dit plan wordt ieder jaar bijgewerkt. De hoofdpunten worden gepubliceerd. De werkwijze van het bestuur is als volgt bepaald. De Raad van Commissarissen beoordeelt het beleid van Stichting Woonbedrijf. Op 31 december 2019 waren lid van de Raad van Commissarissen. HVW maakt ieder jaar prestatieafspraken in de 9 gemeenten waar Woonbedrijf woningbezit heeft. Prestatieafspraken worden per gemeente gemaakt tussen de gemeente, de lokale woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigingen. De actuele inzet van HVW voor de prestatieafspraken staat gepubliceerd op onze website. De commissie communicatie zorgt dat het bestuur de huurders informeert en contact onderhoudt. Naast de vaste leden worden bestuursleden om input gevraagd wanneer dit nodig is. In 2019 was het werven van vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt. De volgende kanalen zijn hiervoor gebruikt. HVW probeert de contacten met buurt- en wijkcommissies nieuw leven in te blazen. De respons is echter erg laag. Toch blijft HVW doorgaan met haar pogingen dit bestand uit te breiden. Er is een document opgesteld met een stappenplan voor huurders om zelf een bewonerscommissie op te richten. Voor 2020 is hiervoor een budget gereserveerd. In 2019 is de advertorial in Huis en Huisbladen 6 maal gepubliceerd. Iedere publicatie heeft het formaat van een kwart pagina, waarin meestal 1 onderwerp aan de orde komt. Na iedere publicatie is er een lichte stijging van interactiviteit merkbaar. In de buurt is een digitaal platform van de persgroep. In 2019 heeft HVW 3 maal een betaalde pagina laten publiceren. Hiermee hoopt de stichting een andere doelgroep te bereiken dan via de standaardkanalen mogelijk is. HVW heeft in 2019, net als in 2018, een bannercampagne via digitale publicaties van de persgroep laten lopen. Het aantal impressies ligt hoog. Het aantal kliks naar de website is redelijk, maar niet zeer hoog. Helaas lijkt het zich niet te vertalen naar de opkomst tijdens de bijeenkomsten. De website van HVW is qua structuur gelijk gebleven. Er worden regelmatig updates geplaatst, waardoor de informatie actueel blijft. Alle voor de huurders relevante documenten, adviezen en rapporten van HVW worden via de website gedeeld. In 2019 is het aantal bezoekers volgens de statistieken wat gedaald. HVW organiseert meerdere keren per jaar huurdersbijeenkomsten. In januari een nieuwjaarsbijeenkomst,
In het voorjaar een bijeenkomst om terug te blikken op het afgelopen jaar. En in het najaar een bijeenkomst om de plannen voor het volgende jaar te presenteren. Naast de website wordt een Facebookpagina onderhouden. Hier worden links gedeeld naar voor huurders relevante artikelen en wetenswaardigheden. Ook kondigt HVW via Facebook komende evenementen aan. Op dit moment zijn er meer dan 260 volgers, waarbij het aantal berichten van huurders is toegenomen in 2019. In 2019 is besloten om voorlopig geen digitale enquêtes meer te houden. Bij een passend onderwerp kan dit middel weer worden ingezet. De telefoonantwoordservice werkt goed. Busyphone heeft in 2019 de beschikbaarheid uitgebreid. STHVW is nu bereikbaar tussen 8 en 10 door de week en van 9 tot 5 in het weekend. Er zijn gemiddeld enkele tientallen oproepen per maand. Een nieuwsbrief van 2 A4 pagina's wordt 4 maal per jaar per post en mail verspreid. Samen met het Woonbond magazine voor huurders. Zo kunnen we huurders informeren en contactinformatie verzamelen. Eind 2019 waren er meer dan 160 abonnees. In 2019 is een publieke testversie getest op een kantoor met 5 externe deelnemers. Het is de bedoeling om het spel in het eerste kwartaal van 2020 uit te brengen voor PC, laptop en mobiele apparaten. De meeste bestuursleden werken met een tablet of laptop tijdens de vergaderingen. Het aantal office licenties is met enkele exemplaren uitgebreid. De stichting werkt met een minimale hoeveelheid papier en zoveel mogelijk digitaal. Het is goed om te zien dat huurdersparticipatie vast onderdeel uitmaakt van de organisatie. De commissie huurdersparticipatie kan worden opgeheven. De resultaten keren in andere commissies terug. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen prestatieafspraken. Het is ingewikkeld met veel onderwerpen. We moeten nog veel informatie opzoeken en kennis vergaren. Denk hierbij aan... HVW verwacht van Woonbedrijf dat duurzaamheidsmaatregelen voor huurders minimaal kostenneutraal doorvoert. Zo hopen we hetzelfde of minder te betalen voor de totale woonlasten. De voornaamste taak in 2019 was om ervoor te zorgen dat het document Sociaal Plan voor Renovaties in Bewoonde Staat in de praktijk ook daadwerkelijk zou worden toegepast bij nieuwe renovatieprojecten. Ook is er op regelmatige basis overleg geweest met Woonbedrijf. Door de wijzigingen in de organisatie van Woonbedrijf zijn er andere managers aangesteld om deze projecten te begeleiden en uit te zetten. HVW gaat ervan uit dat er op de korte termijn nadere afspraken gemaakt kunnen worden. Het bestuur van HVW is geadviseerd door de werkgroep over... HVW heeft zich gebogen over de begroting van Woonbedrijf. Onze vragen werden door Woonbedrijf beantwoord. Er werd uitgebreid toelichting gegeven over de verschillende onderdelen van de balans, zoals... Ieder jaar vindt er met de portefeuillemanager en assetmanagers een inhoudelijk gesprek plaats over de wensportefeuille. Deze informatie helpt ons inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Woonbedrijf in de komende jaren. Bij deze gesprekken laten wij ons bijstaan door deskundigen. Medio mei 2019 werden wij op de hoogte gebracht dat Woonbedrijf het systeem WoonEasy wil gaan gebruiken om woningen te verhuren. In oktober 2019 werd HVW geïnformeerd dat Woonbedrijf had besloten om in 2020 over te stappen naar WoonEasy. HVW gaat zelf een enquête uitzetten om uit te zoeken wat de werkelijke behoeftes van de huidige woningzoekenden zijn. De persoonlijke vraag staat bij zelfstandig en veilig wonen centraal. Dit vraagt om een meer flexibele regelgeving en het aanbieden van meer diverse woonruimtes. Dit heeft de benaming maatwerking gekregen. De vraag van de toekomstige huurder staat hierbij centraal.
Door de woningnood bepaalt het woonbedrijf wie en waar en wanneer mag wonen. Ook bepalen woonbedrijf en de gemeente welke aanpassingen gedaan mogen worden. Ondanks dat richting geven aan het eigen leven een recht is. Woonbedrijf lijkt nog vastgeroest en de toekomstige huurder weet niet altijd wat de wettelijke mogelijkheden zijn. Er zijn drastische maatregelen nodig om woonbedrijf op de gewenste koers te krijgen. HVW ontvangt regelmatig klachten over overlast en neemt dit onderwerp serieus. We proberen individuele huurders op het juiste spoor te zetten om hun problemen op te lossen. Bijvoorbeeld verwijzen wij huurders door naar de juiste medewerker van het woonbedrijf of eventueel naar de klachtencommissie. HVW kan echter niet optreden als belangenbehartiger voor een individueel geval. Dat valt niet binnen onze verantwoordelijkheid en taakstelling. Onze hoofdtaak ligt op het beleidsniveau. Daar kunnen we onze invloed uitoefenen en opkomen voor de belangen van alle huurders.